ben nu aan het opnemen, geloof ik. Ik geloof van wel. Ja. Ik film maar gewoon door en dan zie ik wat ik eruit haal. Laatste, nou ja, het zijn eigenlijk drie percelen, maar ze liggen tegen elkaar. Ze hoeft niet drie keer in en uit te klappen, zoals normaal. Maar ja, wel iets intrekken. Mijn neefje is aan het oprapen. Mijn vader zit op de kruid op de kuil. Ik pak vaak, als ik zo in een hoek begin, dan rij ik even een rondje dat ik die hoek al voor de tijd doe. Als het een hele scherpe hoek is, kan ik er gewoon twee keer pakken, ideaal. En als het een flauwe hoek is, dan kan ik er nou, dan ben ik mooi voordat ik het rondje gemaakt heb klaar. Opbeuren en dan heb ik hem klaar. Zo kan ik zonder te steken naar de volgende gang toe. Nou, vierwieldrijving aan, want het is wel een beetje verraderlijk op plekken. Ik heb net de eerste leven dus komen, maar die was iets van een later kant. Oh, een paar minuten na, maar. Ja, ik denk van, nou ja, niet dat ik moet wachten. Maar ja, wachten. Ik kom gewoon wat harder aan. Maar als ik die toch zet, dan moet ik net zo goed zelf het eerste vrachtje halen. Maar ik kwam een kilometer al tegen op de weg. Maar ik kwam terug en ik had genoeg. Ik wist dat ik geen volle vrachten moest laden. En ik kwam terug. En die banden die stonden op het even plat eronder van op mijn wagen. En het mooie is nu dat mijn neefjes willen rijden, want ik kan. Nee, wat zei ik? Ik moet niet de volle vak eraan rijden, want het is niet ver van huis af allemaal. En het is gewoon wat de tijd zat en het is een beetje verraderlijk overal. En ik kan het gewoon niet laten om de volle vak te rijden. Ik kan het niet. Daarom ben ik blij dat hij rijdt. Gewoon, het gaat goed, weet je wel. Ik ken het wel. Wachtend voorrijd, gaat goed. Ah, er kan nog wel een wildje bij. Oh, het kan nog een ietsje hogerop blijven. Oh, dat komt wel goed. Of dat je een maakje sporen van waar je hoogtevrees van krijgt. Oh ja, ik had ook iets meer naar voren moeten laaien. Sukkel. Nou ja, zo ben ik een beetje. Ik hou van opschieten. Tegen beter weten in soms. Een natte randje. Dus ik denk dat ik er rond denk. Ja, zie je, ik maak al wel ietsje sporen. Dus dat is weer het nadeel. Mijn neefje die. Weet je, ik. Nog steeds hem natuurlijk, maar ik kom hier. Elke snee kom ik hier meerdere keren en ik zie het en alles. En ik kom hier altijd nou, als eerste. Ik weet precies waar alles op de plekken zitten. Ik wil niet zeggen dat ik er nooit eentje raak, maar ik zou het moeten weten. Als er iets fout gaat, dan kan ik mezelf de schuld geven. En hij heeft er iets in de kennis van. En dat, ik kan hem niet kwalijk nemen. Het is niet redelijk om te verwachten dat hij dat. Dat ik zou verwachten dat hij dat allemaal weet. Dat is wat het is. Dus wel in de op de koppakken en de hoeken op de bocht bedoel ik eigenlijk iets minder hard, want het kan best wel, die hak is ook niet licht, hij is niet doei zwaar, als ik idioot zwaar had ik hem niet gekocht, maar hij wil best wel die trekker een beetje doorduwen als het vochtig is. Trouwens op de weg, ga je gewoon met je beetje gek doen, dan gaat hij wel met de trekker aan de haal. Ik neem de band is te krap, dus ik versteek.
Had ik toch even 10 meter eerder moeten beginnen. Maar ja, dat geeft niet. Tegen het bos aan, die is al vochtig, maar hier ook, middel, want het al een paar dagen ligt. Ik heb het maar ik maai donderdag, geloof ik. Het is al zaterdag. Ja. De grond is lekker gedroogd, nou, want dat is, dat betekent ook een beetje, ook daarom wacht ik ook aardig voor ons met vinkuilen, nou ja, in het weer natuurlijk. Dat is hier ook, van de middag, dat ik hem met mijn haal. Als het somber is, een beetje vochtig, dan kan ik dat toch vergeten. Thank you.
achter het gras. Wat gehoopt dat het was eigenlijk. Ja, ik heb je weer gevraagd om als je opspanningsmast is. Een beetje oppassen, want het is ook een geval. Ga ik nu over links, dat is over rechts. En dat is oppassen. Want dan ben ik niet gerecht. Zie je, ga ik altijd tegen de klok in. Dan ga ik met de klok mee. Nee, dat is echt verkeerd. Ja, dat zijn we ook verkeerd, maar ik bedoel, ik probeer altijd om onze opslagels heen te huiken met de rechterkant. Je hangt altijd vanzelf een beetje naar rechts. Gewoon hoe je zit in de trekker, alle bedieningselementen in de rechts. En ik heb het één keer dus over links gedaan. In een, ja, dat had ik die hard net, dit seizoen. Ik kwam het zo uit het land en het andere was over links. Nou ja, toen maar over links. Ik dacht, oh, wat kan gebeuren, hè? What could possibly go wrong? Nou, eerste bocht. Nee, het was niet de eerste bocht, maar wel de tweede bocht. Schapengraas aan de zijkant, dan laat het ding zakken. Hop, meteen. Ja, we zitten zo in de schapengraas. Die viel allemaal krom. Misschien een soepel. Maar gelukkig was hij verzekerd. Nog steeds. Het kost niet zoveel, 300 euro of zo. Nou, op zo'n machine 6000 euro. Mm-hmm. Maar tegenwoordig zijn er nog niet meer mogelijk. Nee, nog met de half. Uit mijn hoofd. 51.000. Ja, ik geloof maar wel. Is dat met inruil zonder inruil? Dat weet ik niet meer. Geweest. Hier wel 1000 of 5. Hier zijn we rekening maar het. Maar ja, dat bedrag. Als één tand aan het komen, dat is niet wel waar. Als je paard al een tand aan het komen hebt, dan heb je het geld er al uit. Ik heb ook al zo'n 8 kapot gekregen. Die kleren hier maar 200 euro per stuk. Ik ben lachen. Ik was het nergens anders vinden. Het is er wel bijna hetzelfde, maar niet helemaal hetzelfde. Ik denk van nou laat me zitten. Dan ga ik niet voor claimen. Ik denk eigenlijk hier, dan moet je de kool betalen. Maar ja, toen heb ik na die tand had allemaal kom gereden. Ik denk van nou, dan moet ik gelijk dat licht meenemen. Ik zie het al in tijd. Hij maakt elke keer fragmentjes van 2,5 minuut. En dan begint hij weer bij nul. Waarom? Weet ik niet. Kan ik het instellen? Misschien. Dat maakt niet uit, want als ik ze aan elkaar plak, dan merk ik weer niks van. Ruimte om een draai te maken. Dus doe ik het best wel zo.
beetje flauwer. Twee vliegen in klap. Ik rijd naar achter toe, die kopbakken pak ik ook nog een keertje. En achteraan zijn mijn ogen steekt naar het land. En juist. Op. Voor jullie is het links. Dat is voor mij rechts. Een klein perceeltje achter. Een driehoekje. Kijk, nu heb ik die rechtse rode niet nodig. Dus nu naar boven. Dat was het mooie van individuele heffen. Handmatig inklappen. Op de voorste elementen gewoon naar boven. Een stukje inschuiven. En dan kan het er. En zo door. Hoppa, daar weer uitschuiven. Op het werkscherm en laat de zakken maar. Ik moet even uitstappen, want het is een takje. Oh, en dan moet je oppassen als je een poosje als je dus een poosje stil gaat staan, hè? Dan gaat hij zeggen van wat gaat hij niet zeggen dan. Nou ja, piept het wel, maar dan gaat hij terug naar zijn hoofdscherm. Dus dan geef je even een tikje op het. Joystick en dan doet hij niks. En dat is niet de eerste keer dat we zijn overkomen, maar dat is niet erg. Gewoon normaal wil het wel op tijd door en dan moet je gewoon even aantikken en dan ga je weer. Best. Die rand kun je het goed zien? Ik weet niet. Nou ja, ik zit nu tegen rechts zit, voor jullie links zit een rand met begroeiing en betonpalen met vier lagen of drie lagen prikkelbak tussen. Drie lagen. En ja, als je daar tegenaan komt, dat geeft niet mee.
ook wel een beetje opremmen. Oppas met remmen trouwens. Je hart remt heel goed. Spreek het lijkt dus ook ermee uit. Mooi even onbedacht zijn. Maar daar ben je ook alweer aan. Ja, dat gaat misschien niet gebeuren. Deze winter aan het bloeden.